Goedemorgen, welkom bij Café Tinto. We gaan het vanmorgen hebben over Syrische vluchtelingen. En hoe doe je dat nou eigenlijk? Daten, zinvol daten, bestaat dat? En een zakenman die de financiële wereld achter zich liet en helemaal in de coachwereld terecht is gekomen. Welkom bij aflevering 403 van Café Tinto. Een heel bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto, terwijl ik een thee inschenk voor Joke. Zouden jullie willen doorgeven? We zijn zo dienstbaar aan elkaar. Jij wilde, Aukeline, koffie, hè? Koffie, alsjeblieft. Je hebt een behoorlijke file gehad, hè? Begreep ik. Een behoorlijke file, plus dat ik zelf al wat laat was. Ja. En hoe later je vertrekt, hoe langer de file. Alsjeblieft. Piet, koffie? Koffie, alsjeblieft. Ja. We gaan het hebben over Syrië. We zitten wel gezellig te keuvelen. Maar Joke, je bent in Syrië geweest. Dankjewel. En zo vrolijk was het daar niet. Hè? Ja, ik ben bij de grensgebieden geweest vanuit Libanon en Jordanië. En ik heb daar wat gezien van het leed, het menselijk leed. En de verhalen van de vluchtelingen die daar over de grens komen. Duizenden tegelijk per dag. Ja. We hadden net voor de uitzending, vroeg ik aan je, hoeveel mensen zijn er nou op drift geraakt? En ik wist nog van Joël Voor de Wind onlangs, half jaar geleden, toen was het een aantal van 1,5 miljoen. Ja. En waar zit het nu op? Rond 4 miljoen heb ik gehoord van Verenigde Naties. Dus dat is in het land zelf, maar ook over de grensgebieden heen. Zijn dat de geregistreerde vluchtelingen? Ja, dat zijn de bekende geregistreerde vluchtelingen. Dus er zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Ja. Bizar, hè? Ja. Dat is een heel groot percentage van het land. Ja. Nou, straks praten we daar verder over. Jij gaat een lied voor ons zingen. Ja. Wat leuk. Jij hebt bij Met Air gewerkt, hè? Want klopt. Je bent daar gewoon. Je bent nu ambassadeur, maar vroeger werknemer van Met Air. Ja, dat klopt. Ja. Amanda, jij gaat voor ons zingen. Ja. Jij bent een schrijver voor. Gerechtigheid? Nou ja, ik ben eigenlijk een zangeres voor gerechtigheid. Of een zangeres, ja. Geen schrijver? Nee, geen schrijver. Ik heb daar niet aan meegeschreven. Ja. En ik heb nu een lied geschreven voor Medair, samen met mijn broer Steve. En dat gaan we vandaag laten horen. Primeur. Okay. Ja. Ga je straks voor ons zingen. Ja. Leuk. Nou, Aukeline, we gaan het hebben over daten. Daten kan heel succesvol zijn. Ja. Ja, daar zit het bewijs. Had je een jaar, nee, hoe lang geleden? Je boek Single in de Kerk. Anderhalf jaar geleden. Ja, juni 2012. En volgens mij stond je toen echt op de valreep van een succesvol daten. Nou, toen ik bij jou in de uitzending zat, dat was volgens mij vlak voor het boek officieel uitkwam, had ik net 3 dagen een relatie. En ik was toen in allerlei media, dus ik hield dat angstvallig stil natuurlijk. Maar ja, hoewel ik... Dan zeggen mensen inderdaad, dus het is gelukt. Maar ik zeg altijd, het is vooral mijn man gelukt. Die heeft het erg goed aangepakt. Ja? Ja. Hij was succesvoller dan jij? Hij was, ja, vond ik wel. Ja. Ja. Dan moet er toch 1 zijn die de stoute schoenen aantrekt? Nou, en dat was hij in dit geval. Hij heeft echt actie ondernomen en volgehouden. Ja. Ondanks mijn eerste weigering. En je hebt ontdekt... Zinvol daten, hoe hij het deed, dat heb je hier ook weer in kunnen verwerken. Nou nee, in dit boek wel. Ja, ja, wat is je nieuwe boek, Zinvol daten? Nee, dat zit erin. Absoluut, hij heeft daar invloed op gehad. Maar heel veel mensen hebben daar invloed op gehad. Ik had eigenlijk dat verhaal, ik had een boek gelezen van Henry Cloud, Weet hoe je date. Dat had mij heel erg geïnspireerd in heel veel jaren van single zijn en daten en... Heel onsuccesvol daten. En ik was er langzamerhand zelf beter in geworden. Ja. En ik ben steeds meer mijn ervaringen gaan delen. En ook op gaan schrijven uiteindelijk. En dat is dit boek geworden. Ja, en het is eigenlijk ook een resultaat van wat je in jullie kerk hebt gedaan. Crossroads Amsterdam. Klopt. Een soort cursus gegeven of hoe moet ik... Ja, het is in die zin een bijzonder boek. Want het is begonnen met een cursus. En die cursus die is eigenlijk weer begonnen met een denktank. Ja. We waren met 7 singles uit onze kerk. En we zeiden, kom, we gaan hier wat mee doen. Ja. En we hadden veel aan het boek van Cloud. En toen hadden we op een gegeven moment filmpjes van Cloud ontdekt. Dus toen dachten we, nou, die gaan we laten zien. Dat is leuk. We maken er een cursus van. Het was een beetje voor de grap. Ja. Maar het werd een enorm succes. En als je zo'n cursus vervolgens... Ik heb hem sindsdien 7 keer gegeven. Ja, dan ontwikkel je je eigen materiaal.
En dat is dit. En dat is dit. Ja, leuk. Ja. Uitgegeven door Ark Media. Klopt. Piet, jij was ondernemer. Je was directeur van een... Financieel directeur. Financieel directeur. Ja. En dat betekende dat het allemaal heel goed ging. Het ging inderdaad heel goed. Ja. Ik was succesvol. Dat wil je dan toch ook? En dat was ook mijn verlangen, ja, om succesvol te zijn. Ja. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen, maar was dat de motivatie om succesvol te maar zijn. Maar als je dan nu kijkt waar je nu staat, zouden velen dat niet omschrijven als, nou, dit is een hele geweldige carrière move. Nee, nou, het was ook niet mijn carrière. Ik had een heel ander plan voor ogen. Alleen God greep in. God greep in. Nou, ja. Ik wil straks weten hoe dat gebeurd is. Ja. Welkom alle vier hier in de studio. Deze hele week geven wij kaartjes weg voor de oudejaarsconferentie van Rob Favier. Volgende week de 20e in de Lampengiet in Veenendaal. En als je kans wilt maken op 2 kaartjes, nou, dan eventjes een mailtje naar cafetintel@family7.nl. Zet er uw naam in en uw telefoonnummer. En dan loopt u kans dat u gebeld wordt. En als u gebeld wordt, dan heeft u 2 kaartjes te pakken. En dan kunt u er gezellig met uw man, vrouw of nou ja, goede vriend of vriendin of aanstaande naartoe. En gelijk dat boek erbij, want dat mogen we ook weggeven. Dat is ook een leuke locatie voor een date. Een leuke locatie voor een date, ja. Kun je gezellig lachen, zit je niet 2 uur stom naar een film te kijken. Want dat is een advies wat je niet moet doen, hè. Goed, u kunt ook bellen. Het nummer is 055-579-0710. Straks hebben we nog contact met Johan Verboom. Hij woont en werkt in Zuid-Afrika. En we kijken even met hem terug hoe het gisteren was tijdens de herdenking van Nelson Mandela. Welk nieuws raakt jullie? Die vraag hebben we aan jullie voorgelegd. Er is, ik zie daar een printje liggen. Ja. Geen echte krant of wel? Nou, het komt uit het AD van gisteren. Ja. En er staat op, gemeenten krijgen 4,6 miljoen euro voor fraudebestrijding. Het gaat natuurlijk over euro's, hè? Deze man heeft... Dit gaat over euro's. Ja. Maar het gaat mij met name om het woordje fraude. Ja. En daar word ik steeds door getriggerd door dat woordje. Omdat dat heel veel voorkomt de laatste tijd. Er zijn van allerlei fraudes. We zien de fraude in de banken. In de wielrennerij. Met... de doping. Mm-hmm. Maar we zien dus ook elke dag wel het woord fraude verschijnen. Dus ik denk, ik kijk gisteren even op internet of dat het woord fraude voorkomt. En ja hoor. Ja hoor. Gisteren stond het er ook weer. Elke dag is er nieuws over fraude? Elke dag is er nieuws over fraude. Ja. Maar is dat omdat we nou toevallig wakker zijn geworden en dit woord op ons netvlies is gekomen? We fraudeerden toch al eeuwenlang? Nou, dat klopt. Ik denk dat als je kijkt naar Jezus, dan liep Jezus de tempel binnen. En hij keerde de tafeltjes om. Ja. Hij liet dus zien dat daar ook een plek werd ingenomen door mensen die met andere dingen bezig waren dan met waar het voor bestemd was. En Jezus zegt ook, je kan niet twee heren dienen. Mm-hmm. God en de mammon. Ja, dus het geld. Het geld, ja. Fraude. Dus dat viel mee op. En dat zijn de gewone burgers, hè, die frauderen. Ja. Ik zag gisteren een rekensommetje als je... op papier organiseert dat je niet samen in hetzelfde pand woont, dan kun je €500 meer subsidie per maand vangen. Nou, dat is interessant. Ja. Geen tip hoor voor u om te doen. Want ze gaan erachteraan 4,6 miljoen om die fraude te bestrijden. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Aukelien, wat is jouw nieuwsbericht dat je raakt? Ja, mijn nieuwsbron is mijn iPhone. Die mocht ik hier niet bij je me nu hebben. En daar las ik maandag dat er 3,6 miljoen kijkers waren voor Boer Zoekt Vrouw van afgelopen zondag. Nou ja, je zal begrijpen, dat interesseert mij. En wat ik eigenlijk daar het interessantste aan vind, er zijn heel erg veel datingprogramma's op tv. Maar dit programma is veel succesvoller dan al die programma's op SBS en RTL. Omdat het hier volgens mij veel meer gaat om mensen echt leren kennen. Het gaat veel meer over een hart-tot-hart ontmoeting dan van zie jij er lekker uit en wil ik misschien wel met jou zoenen of meer. Oh, ja, dat is een van de doelen. Daar gaan al die andere datingshows veel over. Die zijn redelijk fysiek, hè? Puur op uiterlijk, ja. Ja, ja.
bijna zonder uitzondering. En dat is ook wel het beeld wat je in films ziet en op tv. Dus ik snap dat wel. Dus je bent wel blij met Boer zoekt vrouw? Ja, nou ja, er valt natuurlijk een hoop op af te dingen. Maar inhoudelijk zitten er echt hele interessante elementen aan. Ja. Ja. Als je het zou moeten indenken naar de mooiste momenten, hou je dan een kwartier over? Of? Nou, ik heb maandag op Facebook zelf de 8 lessen uit Boer zoekt vrouw van 8 december gezet. En een van die lessen was, ga nooit af op de eerste 5 minuten van een speeddate. Want je hebt er niks aan qua informatie of maar iemand echt bij je past of niet. Is ook heel kort. Ja, dit is echt, dit is te kort. Dat is te kort, ja. Oké, nou, helder dat het jou raakt. Amanda, wat is jouw nieuws? Ja, nou niet per se wat me nou heel erg raakt of zo, want dat had ik even gemist. Maar wel iets wat me opviel en wat ik gewoon grappig vond om te delen. En nou, het is uit NRC Next van gisteren. Weer een probleem opgelost staat erbij. En toen dacht ik, nou, ben benieuwd wat voor geweldig probleem er dan is opgelost. En het gaat over de USB-kabel. Ik werk zelf veel met een laptop en misschien ken je wel de frustratie als je dan een USB-muis altijd of toetsenbord... Altijd verkeerd om. Ja. Nou, ja, 50% dat kans dat je het... opgelost. Want ze gaan hem nu zo maken dat je hem aan twee kanten erin kan steken. Dan moet je natuurlijk wel eerst al je spullen weer vervangen, maar er is perspectief. Is weer een nieuw probleem. Ja, precies. Je moet alles vervangen. Maar goed, ik dacht, nou, dat vind ik... Dat is nou leuk nieuws. Oplossingsgericht. Mooi, dankjewel. En Joke, wat is jouw nieuws? Ja, dat is eigenlijk een beetje doorlopend deze week heel veel in het nieuws, hè, over Nelson Mandela. En ik keek een paar dagen geleden naar Umberto Tan, 's avonds laat. En daar werd ook besproken over wat een man het was. En wat mij echt bijbleef is dat hij dus 27 jaar gevangen is gezet. En daarna zijn energie heeft gebruikt om het land op te bouwen en positief om te zetten. In plaats van rancuneus en vanuit vijandschap heeft hij die energie gebruikt om het op te bouwen. En er zaten heel veel lessen over vergeving in eigenlijk. Over vooral die periode na zijn gevangenschap. Waar we wel wat mee kunnen. Ik bedoel, het is geen heilig mens geweest. Maar dit aspect, dat bleef me toch wel heel erg bij. Ja, ja, dat is bijzonder. Ja, ja, mooi. Nou, dank jullie wel voor jullie nieuws. En als er nieuws is dat u raakt en u wilt het met ons delen, stuur dan een mail naar cafetinto@family7.nl. Je mag de weg op als je een rijbewijs hebt. En wat mag je nog meer pas doen? Bepaalde beroepen uitoefenen als je een diploma hebt. Maar ja, wie zegt wanneer mag je trouwen? Moet je daar ook een soort cursus voor volgen? Het hoeft niet, het kan. Het is wel heel erg handig. Ik vind, je moet een beetje uitkijken met die vergelijking. Omdat het suggereert dat je ergens heel goed in moet zijn voor je het mag doen. Ja. En ik geloof dat relaties aangaan iets is waar we allemaal net zo goed of net zo slecht in zijn. Of we nou single zijn of 20 jaar getrouwd. Het is een voortdurend proces waar je steeds alert op moet zijn. En waar je ook steeds in kan groeien. Ja. Daten, eerste contacten leggen, is voor niet iedereen even makkelijk. Hè? Nee, zeker niet. Nee. Het is sowieso denk ik nu een lastige wereld voor introverte mensen. Omdat de wereld zo snel is? Omdat de wereld zo snel is en omdat de wereld zo van je vraagt dat je je meteen goed presenteert. Neem nou die speeddates. Dat lukt je alleen goed als je redelijk extravert bent. Want dan kan je meteen zeggen, nou, ik ben die en die en wie ben jij en hallo, leuk je te ontmoeten. Terwijl als je introvert bent, heb je minstens 5 minuten nodig om de kat uit de boom te kijken. Om je een beetje vertrouwd en rustig te voelen, heb je eigenlijk nog veel meer tijd nodig. Ja, dus dat werkt niet voor iedereen. Dat werkt lang niet voor iedereen, nee. Ik heb een filmpje en misschien is dat nou, een idee. Kun je er iets van leren? Het is Ruben. Laten we kijken. Hi. Ik ben Ruben en ik ben een spontane jongen uit het noorden van het land. Ik zou dolgraag in contact willen komen. Hi, ik ben Ruben. Ik ben een spontane jongen uit het oosten, van het noorden van het land. Ik ben Ruben, een spontane jongen uit het noorden van het land. Mijn meisje, mijn lievelingsvriendin, voldoet aan het signalement dat ze spontaan is en ze heeft gevoel voor humor. Maar niet te veel. En verder moet ze ook niet de hele dag zeuren dat er niks gebeurt als we eens een keer op de bank zitten, omdat dat saai is. Ja.
Je hebt er een paar scheldwoorden uitgeknipt hier. Jij kent hem. Ik ken hem echt. Ja, we hebben een woord als kak en zo. Dat snap ik. Even, we hebben hem gekuist. Ja. Dit is van draadstaal. Hè? Ruben, acteur die zeg maar een webcam aanzet en dan een poging doet om zich voor te stellen. Nou, mag ik jouw reactie hierop? Ja, maar dit is prachtig, want dit is precies het gevoel van zo verschrikkelijk veel singles. Je moet jezelf presenteren. Neem nou bijvoorbeeld internetdaten. Je gaat een profiel aanmaken, op een dag zet je jezelf eroverheen. Het gevoel van ik wil niet, ik doe het niet, ik vind het stom. Op een dag denk je, nou vooruit, ik geef het een kans. En dan zit je daar naar zo'n scherm te kijken. En dan moet je vertellen, kort en bondig, wie je bent en wat je leuk vindt. En dan krijg je ook nog altijd adviezen als iedereen houdt van wandelen, iedereen houdt van wijn drinken bij zonsondergang. Dus zet dat er niet bij. Ja. En daar houdt dan toevallig wel van. Ja, precies. En dan mag ik dat er weer niet opzetten. Het is heel lastig om en jezelf te presenteren, want je stelt je heel kwetsbaar op. En dat ook nog een beetje authentiek te doen, hè, want je wilt toch jezelf laten zien. En daar kan je ontzettend in vastlopen, waardoor je vaak dan denkt van, nou ja, laat ook maar. Ik stel het nog wel uit, of ik ga wel verder met hopen en bidden en wachten tot de ware vanzelf op mijn pad komt. Ja, jij kiest in het boek Zinvol Daten, volgens mij wel voor een wat andere aanpak. Hè? Je begint gewoon zeg maar met het op te bouwen. Een soort ook ontdek jezelf. Nou, wat mij opviel was dat er heel veel boeken waren over single zijn. En hoe doe je dat nou? En hoe kan je innerlijke genezing vinden? En dat soort verhalen. Vooral op de Amerikaanse markt, niet zozeer op de Nederlandse boekenmarkt. En er zijn heel veel boeken over relaties en huwelijk. En hoe doe je dat? Maar er is vrijwel niks daartussen. En als je single bent, 9 van de 10 keer, blijkt ook uit onderzoek, wil je helemaal niet single zijn, je wil een relatie. Dat wil niet zeggen dat je ongelukkig bent, dat wil niet zeggen dat je depressief bent in je eentje, maar het wil wel zeggen dat je uiteindelijk liever getrouwd bent op enig moment in je leven. Ja. Nou, en hoe kom je dan van A naar B? Daar heeft niemand het over, zeker niet in de kerk. Want als je single bent, krijg je heel veel verhalen over. Je moet tevreden zijn met wat God je geeft, je moet bidden, je dus je voelt je bijna schuldig over het feit dat je... Ja, dat je op zoek bent. Ik had op een gegeven moment 1 date per week ongeveer. Nou, er waren echt mensen die wij daarom aankeken. Zo van, nou ja, dan doe je vast iets niet goed. Want dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet maar vertrouwen op God. En je moet het loslaten. Dat krijg je ook altijd. Je moet het loslaten. Je moet het loslaten. Het waren allemaal adviezen waar ik niks mee kon. En maar voelde je dan begrepen als mensen dat soort dingen zijn? Helemaal niet. Nee. Je voelt je volslagen in een hoek gezet. Want hoe moet je iets loslaten wat je heel graag wil? En wat is het voor boodschap? Kijk, soms lukt het wel. 5 minuten, 10 minuten, een dag, een week. Maar je pakt het ook altijd weer op. En ben je dan mislukt in het loslaten? Of moet je het dan opnieuw doen? Ja, het wordt steeds complexer dan. Het wordt iets... Nou ja, en verlangen... Met dat soort adviezen. Ja, het wordt heel ingewikkeld met dat soort adviezen. Want het zijn vaak ook mensen die zeggen, nou, toen ik het losliet, de dag daarna heb ik mijn man ontmoet. Nou, ja. Dan ga je proberen en de volgende dag niks. Precies. Ja. En dan zit je. Ja. Ja. Ik vond het wel grappig. Je schrijft in het boek op een gegeven moment ook, tegelijkertijd daten met verschillende. Als je in korte tijd succesvol wil zijn, nou dan kun je zeg maar, deze week plan ik 5 dates. Ja, dan heb je het vrij druk en dan kom je ook niet toe aan het onderliggende proces. Kijk, wat ik gedaan heb is, daten gaat niet alleen over daten. Daten gaat heel erg over hoe je als mens bent. Het gaat over hoe je in je geloof staat. Het gaat over hoe je verbonden bent met de mensen om je heen. Dus het gaat niet alleen om hoe heb ik zoveel mogelijk dates of wanneer heb ik de klik. Het gaat veel meer over wie ben ik. Als de klok tikt... Ja, nou, daar moet je echt een beetje lak aan hebben. Want als je vanuit tijddruk gaat daten, wordt het sowieso heel erg lastig. Want dan word je gespannen en dan ben je niet op je leukste zelf. En dan vloeit dat proces sowieso al veel minder. Ja. Maar die spanning kan je veel meer loslaten op het moment dat je wel regelmatig in dat proces van daten zit. Want als ik nu een date heb en die is niet succesvol, nou ja, ik heb er volgende week weer een gepland staan. Precies. Dus dan geen man heb je overboord. Veel. Ja, maar om. Ja, nou ja, om 1 keer in de week een date te hebben, moet je al in een proces van openstaan zitten, zeg maar. Dan moet je al met een bepaalde blik rondlopen in je kerk of op je kring of op een conferentie of waar je ook komt. Mm-hmm. En dan moet je al in staat zijn om contact te maken. Ja.
Je hebt aan het eind van elk hoofdstuk een aantal vragen. Waarom ben je nog single? Nou, je zou zeggen, dat weet je toch wel. Want je hebt nog niemand. Nee, maar dat is een hele interessante vraag. En elke keer voel ik zelfs nog een soort schroom om hem te stellen. Terwijl ik nu ook merk dat mensen dat heel graag aan mij kwijt willen. Vanuit wat ze weten over mij. De vraag waarom ben je nog single wordt heel vaak afgedaan met een soort cliché. Hè? Van ik heb de ware nog niet ontmoet. Of het is er nog niet van gekomen. Of degene die mij willen, die wil ik niet. En degene die ik wil, die willen mij niet. Nou. En dan is het einde verhaal, einde gesprek. Maar als je daarop ingaat, van hé, wat is dan je idee van de ware? Hoe zou die moeten zijn? Wat is je idee van de klik en wat is het belang daarvan? Ik had helemaal geen klik met mijn man toen ik hem voor het eerst ontmoette. Maar ja, ik raakte geïnteresseerd in hem toen ik hem leerde kennen. Dus dat was een proces. En vraag het iedereen die getrouwd is. En 9 van de 10 keer hoor je, nou ja, de eerste ontmoeting was voor een van beiden niet helemaal super succesvol. Dus dat zijn ideeën die je kan uitdagen, waar je het over kan hebben. En door dat te doen, komen mensen daarmee verder. Zijn de verwachtingen misschien ook wel een beetje, dat je denkt van de eerste date, dan moet het er pling zijn? Torenhoog, verschrikkelijk is het. Ja, en mensen bouw dat maar af, dat idee. En gun het een tweede date. Ja, absoluut. En een derde en een vierde. En als het nodig is. Als het nodig is, ja. Ja. Nou ja, het is een beren. De tijd is veel te kort om heel uitgebreid over het boek verder te spreken. Maar het is een berenhandig boek. Het is bijna een doe-het-zelf boek, hè? Je kunt als single op de bank alleen, kun je het boek lezen? Ja, ik hoop wel echt dat mensen het ook gaan bespreken. Of met een therapeut, of met hun kring, of met hun familie, of met wie dan ook. Maar ik hoop dat mensen dit proces niet alleen doen. Ik gun mensen heel erg een team van anderen om zich heen. Ja, dat zeg je ook, hè? Zoek mensen om je heen, je netwerk. Ja. En desnoods, stel dat je denkt van, nou, dit is wat lastig. Desnoods, ga naar een psycholoog en... Ja, maar en niet. Ja, ik had natuurlijk beroepsmatig ging sowieso al leertherapie doen. Maar ik heb ook in mijn leertherapie mijn datingdilemma's ingebracht. Ja. En ik heb geweldige inzichten opgedaan daardoor. Ja. Ja. Ik weet nog dat mijn therapeut tegen mij zei, toen ik zei, nou Maarten is niet helemaal mijn type. Dat ze zei, oh mooi, nu wordt het interessant. Nu hebben we het ergens over. En dat was zo. Zo had je er nooit naar gekeken? Nee. Nee, ik dacht ik moet een bepaald gevoel hebben en dat mist nu, dus dat zal wel niet goed zijn. Ja, wat leuk. Ja, je hebt dus anderen nodig die je daarin coachen. En God geeft je ook anderen, ja. Ja, we zijn een relationeel wezen, hè? Ja. Ja, prachtig. Ja. Wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, juist dit laatste eigenlijk, dat mensen dit proces niet alleen ingaan en ook niet dat ze denken van het is te groot, ik kan het niet snappen. Maar heel erg dat ze het leren begrijpen van wat is dat proces van daten, wat is nou belangrijk daarin en wat kan ik juist loslaten daarin aan ideeën of verwachtingen. En ik denk God geeft ons juist elkaar om alle vormen van relaties samen te doen. Hè? Ook als je relatie met je kind lastig is of je huwelijk even niet lekker loopt. Ook dan mag je naar mensen om je heen gaan. Dus juist ook singles gun ik dat ze mensen om zich heen hebben die naar ze luisteren en met ze meedenken. Oké, mooi, dankjewel. Ja. We mogen 3 boeken weggeven van jou. Van mij? Ja, van jou, dankjewel. Zinvol daten, elke relatie begint met een eerste ontmoeting. Geschreven door Aukelien van Abema. En 3 exemplaren. Dus stuur even een mailtje naar cafetinto@family7.nl. Zet uw naam, adres en alles er gelijk maar in. En dan maak je kans op dit boek. 3 exemplaren mogen weggeven. Dankjewel. Graag gedaan. Volgende week, de 20e december, dan is het zover. De eerste oudejaarsconferentie op Family 7. Of dan is hij er nog niet. Dan wordt hij opgenomen namelijk in Theater de Lampegiet in Veenendaal. En als je daarbij wil zijn als publiek, dan is dat heel erg leuk. U kunt zelf kaartjes regelen bij lampegiet.nl. Maar u kunt ook deze morgen weer kans maken op 2 kaartjes. En dan moet u ook even een mailtje sturen met daarin uw telefoonnummer en uw naam. En dan maakt u kans dat u gebeld wordt in de loop van deze uitzending. Of bel even met 055-5790-710. We gaan het hebben over Nelson Mandela. Ja, jij hebt al iets gezegd, hè, over Nelson Mandela, Joke. Hetzelfde wat jij met hem hebt, want jij bewonderde de man wel, geloof ik. Ja, nou ja. Ik was er nooit zo mee bezig eigenlijk met die man. Ik vind hem altijd wel een geweldige wereldleider.
Maar het viel mij deze week dus op over, over die vergeving eigenlijk. En het omzetten van je energie naar iets positiefs, constructiefs. Om het land op te bouwen. Hij had ook elk menselijk recht om heel erg boos te zijn op zijn onderdrukkers. Ja, want maar hij is samen gaan werken. Dan denk ik aan de psycholoog in het midden. Heb jij wel als psycholoog dat je denkt van, hey, wat is er gebeurd bij deze man? Hij zat gevangen en hoe komt hij eruit? Nou, het is natuurlijk heel bijzonder wat hij gedaan heeft. Wat zijn proces is geweest, met name in die gevangenschap. Van hoe overleef je dat en hoe hou je je connectie met God? Dat lijkt me nog de grootste uitdaging. Ja. Hij is wel een hele krachtige persoon geweest, hè? Ja. En heel inspirerend. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe hij nog steeds nu mensen raakt. En ook zulke rake boodschappen heeft meegegeven. Zoals durf te stralen. Hè? Durf je te laten zien. Dat is een van zijn krachtige boodschappen. Want hij had geweest. Weg kunnen duiken. Hè? Ja. Als slachtoffer had hij ergens zeg maar weg kunnen... Maar had niemand hem kwalijk kunnen nemen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar juist door zijn pijn heen kan hij zoiets sterks laten zien. Ja. Ja. Ja, mooi. We gaan naar Lucas Verboom. Hij is op dit moment in Zuid-Afrika en hij heeft het gisteren als Hollander meegemaakt en met Hollandse ogen bekeken. Lucas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb jij dat ervaren gisteren in Zuid-Afrika, de herdenking van Nelson Mandela? Ja, het is heel dubbel natuurlijk. Het is natuurlijk zo'n grote man die zoveel heeft betekend voor het land, die... heen is gegaan, wat eigenlijk heel verdrietig is. Maar ik had het ook met andere familiemembers van me erover die zeggen, hoe is dat dan? En eigenlijk ervaar ik het meer alsof zijn leven echt gevierd wordt, dan dat er gerouwd wordt eigenlijk. En dat leven vieren, wat hebben ze dan gevierd, Lucas? Ik denk, Nelson Mandela heeft natuurlijk zo'n impact gehad op het land hier, op de cultuur, op de verandering sinds de apartheid. En dat kan alleen maar bejuicht worden. Hij stond ook voor zo'n liefde en acceptatie. En dat is hetgene wat bij iedereen in de harten blijft plakken eigenlijk. En dat merk je, je ziet hem overal op tv. Elk zender wordt constant allerlei interviews en allerlei dingen over hem uitgezonden. En het is eigenlijk gewoon echt een soort toewijding aan zijn leven. Een soort dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan en wie hij is geweest. En in die zin dus ook zijn leven vieren eigenlijk. Nou zijn er mensen die wat angstig zijn en zeggen van ja, nou is Nelson Mandela overleden. Zou er niet weer wat verdeeldheid naar boven kunnen komen nu hij weg is? Heb jij er iets van geproefd? Ja, absoluut. Je hoort het... Je hoort het vooral eigenlijk aan alle kanten. Waarin ze zeggen van nou, weet je wel, vooral van de donkere mensen. Dat ze zeggen van nou, nu is Mandela weg. En nu gaan we ervoor eigenlijk, weet je, onze plek terugpakken. Maar ik denk dat vooral rumors zijn. En je merkt gewoon vooral dat er is zoveel apartheid in het land geweest. En er zijn absoluut nog de resten van. Maar... ja, Mandela die heeft zoveel gedaan gewoon daarin, weet je wel. En, dat is hetgene wat vooral achterblijft nu. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, je ziet nu blank en zwart samen Nelson Mandela herdenken. Is jou dat ook opgevallen? Ja, absoluut. Absoluut. Zowel blank en zwart zijn enorm trots op Nelson Mandela en wat hij heeft gedaan in het land. En zoals ik net al zei, het verschil tussen blank en zwart is er absoluut nog wel aanwezig. Er wordt niet echt over gepraat, maar het is absoluut aanwezig. Maar zowel tussen blank en zwart wordt Nelson Mandela echt geloofd, zeg maar, weet je wel. En je kan alles zeggen, maar als je maar geen slecht woord over Nelson Mandela zegt. Hij is echt, weet je wel, Tata Madiba. Hij is echt de vader van het land nu. Ja, ja, iedereen ervaart dat, lijkt het nu zo. Wat gaat er de komende dagen nog gebeuren? Ja, moeilijk te zeggen. Moeilijk te zeggen. Ik denk dat het allemaal wat rustiger gaat worden vooral. Ja. En je ziet Nelson Mandela gewoon overal op de posters, in het nieuws, overal op televisie. En ik denk dat hij echt als een soort nationale held wordt tentoongesteld.
Ja, en dat zal voorlopig ook wel zo... Mensen geven ook heel erg het contrast aan tussen Nelson Mandela en president Jacob Zuma van nu. Zoals je zag gisteren bij de ceremonie werd Jacob Zuma heel erg uitgeboet, weet je wel. Ja. En Nelson Mandela wordt echt verheerlijk aan alle kanten. Ja. Lucas, we moeten het hierbij laten. Dank je wel voor jouw reactie. En ik wens je alle goeds daar in Zuid-Afrika. Super, heel erg bedankt. Zou ik nog dat één klein ding mogen zeggen? Lucas Verboom. We gaan eruit voor de reclame en we praten dan zo direct met elkaar verder. We hebben het onder andere over de vluchtelingen in Syrië, of eigenlijk uit Syrië. Want her en der dwalen ze over de wereld. Inmiddels 4 miljoen mensen. Graag tot zo na de reclame.